Artikel 16 gaat over de bedenktijd. Als je de koopakte hebt getekend en een kopie van de volledig getekende koopakte hebt ontvangen, heb je 3 werkdagen bedenktijd. In die dagen mag je afzien van de koop, omdat je zwetend wakker wordt, omdat je het helemaal niet meer ziet zitten, wat voor reden dan ook. Je mag dat vormvrij doen, dus dat betekent dat je mag bellen, mag mailen, mag appen, maar ik zou het altijd vastleggen in een mailtje. Let erop dat als er een heel weekend in die bedenktijd valt, dat 1 dag van het weekend als werkdag gaat meetellen. Artikel 17 gaat over het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst. Er staat in dat op het moment dat je binnen een x-aantal dagen niet alle 2 getekend hebt, dat de koopakte dan vervalt. Dus het kan niet zo zijn dat jij als koper de koopakte binnenkrijgt en een half jaar op de plank laat liggen, daarna eraf haalt en tekent dat je dan alsnog koper bent. Zo werkt het niet. Meestal zijn het aantal dagen wat in die akte staat 5 à 10 dagen. Dus binnen 5 à 10 dagen moet je gewoon alle 2 getekend hebben, anders vervalt de akte. Nou, artikel 18 spreekt eigenlijk voor zich. We hebben het hier over een huis kopen in Nederland, dus het Nederlands recht is van toepassing. En artikel 19 gaat over bijlagen. Dus alle bijlagen die je bij de koopakte krijgt, horen daarin gemeld te staan. Bijvoorbeeld de lijst van zaken, de vragenlijst, eigendomsbewijzen, funderingsrapporten, bouwkundige keuringen, dat soort zaken. En daarna kunnen nog artikelen komen die je samen hebt afgesproken of dingen die de verkoper van belang vindt of die juist de aankoper, de makelaar of de verkoper, de makelaar in de akte heeft laten zetten.